Jinneke wilde voor hem ook een dier tekenen, want van dieren hield hij het meest. Zelfs van bacteriën hield hij, lachte ze in zichzelf, en ze herinnerde zich dat ze hem een keer had gevraagd waarom uitgerekend hij, die zo dol op dieren was, het niet goed vond dat ze een hond namen. Ze zat achter op de fiets tijdens hun tochtje naar het laboratorium en vroeg: haal je niets meer van boerderijdieren? Hoe dat zo? Antwoordde hij: je weet hoewel ik van koeien en geiten en kippen houd. Dat was waar. Dat wisten ze allemaal. Iedere vakantie logeerden ze in een dorp en haar vader zat dan uren aan het velddieren te schetsen. Tijdens een van de vakanties tekende hij een koe, liggend in het gras voor een boerderij. Zij vond deze tekening heel mooi, vooral omdat de blik in de grote ronde ogen van de koe en de volledige rust van haar lijf zo duidelijk lieten zien hoe tevreden ze was. Haar vader deed er een zware houten lijst omheen en hing hem in haar kamer in Utrecht. En huisdieren? Vroeg ze, terwijl ze door de straten van de stad reden. Natuurlijk haar ik daarvan, antwoordde hij fix doortrappend. Waarom hebben we dan geen hond? Een koude wind fluit onhumoren. Zoals altijd zei Jap dat hij de meeste honden maar klein en potsierlijk vond, omdat hij als kind een kolossale hond had gehad. Ze waren even groot toen hij 14,5 was. Het leek wel of hij er een paard op nahield, zei hij ook altijd, omdat hij na de dood van die hond geen andere meer wilde. Dat was zijn vaste smus. Misschien haal je gewoon niet meer van grote dieren, zoals boerderijdieren en huisdieren, had Lienke gezegd. En haal je nu alleen van kleine dieren, de kleinste die er zijn. Misschien haal je nu alleen van bacteriën. Jap bescheurde zich. Hij lachte zo hard om haar grap, dat ze bijna van de fiets vielen. Aan het eind van het lied, op een zomerdag, kwam de hond uit zichzelf opdraven. Een verlaten pup met bruine krullen stond op de drempel van hun huis in Utrecht en kraapte aan de voordeur. Lienke hoorde hem en deed de deur open. Waar kom jij vandaan? Vroeg ze. Het beestje duwde een natte neus in haar handen. Rachel kwam de trap afstormen en de hond sprong naar haar toe en likte haar knieën. Lienke en Rachel vroegen hun moeder of ze het hondje binnen mochten laten. Lien zei: dat vindt vader niet goed, maar zolang hij weg is, mag het. Ze gaven hem eten en drinken en daarna was hij als een blok in slaap gevallen onder de keukentafel. Toen Jaap thuis kwam, aaide hij de krullen kop van het diertje en stuurde hem lijnrecht de deur uit. Rachel pakte Lienekes hand en met zijn tweeën liepen ze achter hem aan naar buiten. Ze gingen op het stoepje bij de voordeur zitten. De kleine viervoete ging naast hen liggen. We komen niet terug, zolang je geen ja zegt, deelde Rachel mee. Dit is een staking. Lienke had gezwegen, maar ze voelde zich een helden. Zij en Rachel bleven daar de hele middag zitten met de hond. Moeder bracht voor elk een pleit en zelfs thee voor Lienke en chocolademelk voor Rachel. Ze fluisterde: ik steun de stakers. Maar omdat ze ziek was, mocht ze zelf niet buiten blijven. Een vriendelijk zonnetje verwarmde hen. Het was windstil en de zusjes zaten lekker samen op het stoepje. Rachel was niet ongeduldig of geïrriteerd. Ze was heel kalm en streelde liefdevol de krullen van de hond. Ik had nooit gedacht dat jij met me mee zou staken, braaf meisje dat je bent. De baby van vader en moeder, zei Rachel. En ze legde haar hoofd op de schouder van haar kleine zusje. Lienke staarde naar de weg, die voor haar ogen veranderde in een brede zwarte rivier, en naar de fietsen die voorbij gleden als buisjes op spiegelend water. Rachel zei: wij zijn een goed team, jij en ik. Niet minder dan Bart en Hanny.
Lineke was verbaasd. Meestal zeggen ze precies het omgekeerde. Ze wilde heel graag meedoen met Hanny en Bart, maar bleef altijd met haar kleine zusje zitten. Echt? Vroeg Lineke. Gij lachte. Ze wilde net iets terug zeggen, toen hun vader de voordeur opendeed. Ik geef me over, deelde hij mee, en er verscheen een lach onder zijn snor. Hij hield de deur open en ze gingen naar binnen, Rachel, Lineke en het hondje. De volgende dag gaf hun vader hem een inenting. Hij was niet voor niets dierenarts en bovendien onderzoeken van ziekten die overgaan van dier op mens, en zo sneed het mes aan twee kanten. Ze noemden de koelenhond Toto. Jongen, wat een klein onnozelmormel, bleef Jaap zeggen, en hij liet de meisjes hun handen wassen iedere keer dat ze met hem een straatje om waren geweest. Zo bang was hij dat ze een ziekte door hem opliepen. Maar ook hij hield van Toto. Maar ook hij hield van Toto, die bij lange na niet zo groot en sterk was als de hond die hij in zijn jeugd had gehad.